Morgen, het is dag 3 van mijn verblijf hier in Suriname. En ik ben al gedoucht, ik heb mijn haren nat gemaakt. Ik ga zo meteen even mijn dozen ophalen, want die heb ik opgestuurd. Omdat ik natuurlijk voor langere periode blijf, heb ik een paar dingen, zoals pindakaas en zo, heb ik meegenomen. En als we dat hebben gedaan, dan komt Talita me later opmaken. En dan gaan we een clip schieten. Samen met Welles, die ik ga regisseren. Ik heb met Welles al 2 maanden heb ik al contact met Welles. En toen kwam op het idee om samen een videoclip-achtig iets te maken. Dus die ga ik vandaag afmaken. Als het weer een beetje meewerkt, want ik ben net wakker met echt keiharde regen en zo. Dus ja. Dus dat. Ja toch? Ik zit in de taxi onderweg naar... Ga ik die doos gaan ophalen. Als we dat hebben gedaan, hebben we een meeting met Welles. En dan gaan we de dag beginnen. De zon schijnt. Moet jij voor me hebben dat je in de 1660 zit? Ik zit in de 1660. Met hoe heet u meneer? Ik heet Regilio. Met meneer Regilio. En meneer Regilio, breng me bij die dozen. Zoals je kan zien ben ik nog wel echt wit. Maar dat komt, in Nederland is het winter, hè? Daarom ben ik zo wit. Oh, oké. Okay. Daarom ben ik zo wit. Zie je, kijk, ik geef gewoon licht op mijn eigen camera. Ziet u? Ja. Dat bedoel ik, dat kan eigenlijk echt niet. Dus we gaan nu de doos ophalen en dan ga ik weer terug. En dan gaat de dag beginnen. Yes, let's go. Voor sommigen is het alleen. Ja, dus ik heb mijn doos opgehaald en we gaan nu weer terug. En het is warm. Yes, ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb mijn doos opgehaald. Oh jeetje. Even dit. Ik stink echt naar zweet. Dat ken je, hè? Pakketje nummer 1, die gaan we openmaken. Wat zit er in dit pakketje? Helemaal geïmporteerd vanuit Nederland. Jeetje, dit is zo strak ingepakt. Zo. Welkom in Su. Zonnebloemolie. Welkom in Su. En nu vraag je natuurlijk af, waarom haal je zonnebloemolie? Dat kan je vast ook hier in Suriname halen. Ja, dat kan je vast wel hier in Suriname halen. Maar ik heb het gewoon opgestuurd. Dat is de reden. Welkom in Su. Geïmporteerde tampons. Voor als ik ongesteld word hier zo. Just in case you wanna know. Welkom in Su. Nou, dit was het. Ik heb nog veel meer beneden, maar dat ga ik niet allemaal laten zien. Dit zijn dus een paar dingen die ik heb geïmporteerd uit Nederland. Ja, zodat ik hier gewoon een beetje voorraad heb. Mijn kamer is één grote zooi. Ik heb nog steeds niet echt de tijd gehad om op te ruimen. Ik ga nu mijn kleren klaarzetten voor de clipshoot van zometeen. Dit jurkje trek ik aan, want daarmee gaat het verhaal verder. In Nederland heb ik een gedeelte opgenomen. En ik schiet nu het vervolg ervan in dit jurkje. Voor Welles heb ik ook een shirtje meegenomen die hij aan kan trekken. En dan de tweede scène heb ik voor Welles een shirtje meegenomen. En voor mezelf heb ik dan dit setje. Dat zullen jullie zo meteen wel zien. Oké, ik zit inmiddels in de auto met Tal. Ik loop binnen met meneer Paisa. Tal heeft mijn make-up gedaan. It is perfect. Waar zit hij? Echt. Natural party. Like videoclip make-up voor Angie. Yes. Welles is daar en Vincent is daar. We gaan naar de stad. We gaan aan de waterkant. Gaan we gelijk daar beginnen. Talita is vandaag make-up artist. Afriek, houd ik gisteren was ze model. Vandaag make-up artist. Nou, je hebt ook Surinaamse Nederlanders hier in Nederland, dus we draaien onze tango, dus goed. Vincent gaat filmen, ik ga het regisseren. Talita doet de styling en de make-up vandaag. Ja. En geeft ook tips waar het nodig is en ja. Die kijkt mee. Precies. Welles speelt een edelrol. En zo meteen komen nog dansers, mijn nichtjes komen en die gaan dansen. En dan gaan we gaan gewoon met z'n allen zorgen dat het gewoon een leuk stukje wordt. Het is druk en we moeten nog best wel veel te schieten. Dus we moeten wel een beetje een soort van... We zijn er bijna. ...vaarden inmaken, maar dat gaat goed komen. Kom hier! Laat iedereen zien wat voor ijdeltuit je bent. Kom hier!
Talita doet nog eventjes mijn nepwimper. Zonder nepwimper. Met nepwimper. Vincent gaat filmen. Ik bepaal even de locatie samen met Vincent. Ik vind het wel mooi. Een beetje meer omhoog. Met de palmbodem wat meer. Eigenlijk zo. Oké. Oké. Wat moet ik hier wat doen? Ja. Tussen die dingen. Ik steek echt gewoon recht over. Talita doet nog eventjes de haren van Welles. Een klein beetje. En hier hebben we een telefoon van Angie. Ja. Nu meteen af. Hi. Angie met de hele. Hier hebben we een telefoon van Angie. Je weet wat ze zeggen dan? Vrouwen met code. Vrouwen met code. Nee hoor, mevrouw. Willen jullie een kindje adopteren? Nee, sorry. Wie is kind? Mijn kind. Adopteren? Ja. Omdat voeding moeilijk gaat. Ik eet ook niet erg. Ik denk dat het beter is bij de moeder toch. Dat wel, maar je denkt aan... Als je iets wil in het leven, mevrouw, dan komt u er wel. Je moet gewoon doorgaan met werk zoeken. Werk zoeken toch? Ja. Ik maak af en toe wel erg voor mensen schoon hoor. Ja, denk eens. Oh god, kan ik je voeten likken of vegen? Nee, ik hoef voeten niet te likken. Niet waarlijk, weet je waarom? Nou. Kijk, ik ben misschien niet ogelijk, maar ik ben een goedhartige vrouw. Maar dat geloof ik, dat geloof ik. Ik ben een wees. Het is half vier, om half... Om 4 uur komen die kinderen die gaan dansen. En er moet ook nog water nog gevraagd worden in de tussentijd. We moeten nog veel opnemen. Ja, we rijden even naar een andere locatie. Dan gaan we de shot doen van de waterballonnen. Die gaan we eerst even vullen. En dan gaan we een waterballongevecht doen. En dan komen die kinderen. Dan gaan die kinderen dansen. Gaan Welles en ik een dansje aanleren. En dan is het gewoon één groot feest. Woehoe, yay. Kijk eens hoe mooi het is. Wat zijn jullie nu aan het doen? De waterballonnen zijn we aan het vullen. Want die gaan we zo meteen gebruiken voor de waterballonshots. Oké, gezellig. Hallo! Hoe gaat het? Goed. Goed? Dag Samira. Hey, hoe is het? Long time no see. Lekker op de wandeling. Ja, lekker op de wandeling. Ja. Hallo, ik ben Andy. Jij bent? Ik ben Andy. Hoe? Kadisha. Kadisha, zo lang ben je meid. Jeetje. Kom je ook dansen, Kadisha? Ja. Oh, zo leuk. Hoe gaat het? Gaat het goed? Ja? Heb je deze 2-3 meisjes geregeld? Wat goed. Houden jullie dit aan? Goed. Leuk. Top. Lach een beetje hoor. Je komt op YouTube. Dus beter lach je mooi. Woe. Welles is nu even aan het filmen. De kinderen zijn een dansje aan het doen. Vincent heeft even pauze genomen. En dat heeft hij verdiend, want hij heeft super goed zijn best gedaan. En het valt ook niet mee. Hoe vond je het? Oh, het was leuk, het was geslaagd. Ja? Intensief. Ja? Vond je het ook leuk om met mij te werken of vond je me een beetje bitchy? Ja, je bent een beetje bitchy, maar dat hoort erin. En dat doet wel eens echt super leuk. Als ik Spaans kan praten. Ja, precies. Hoor. Dan ga je dan dus de toeren zeggen zo, hé, hoe is het zo? Outfit 2. Talita doet even de make-up en dan gaan we, dan zijn we zover. Dan gaan we door. Dus die dames en Vincent, we gaan naar de I Love Su. Hi, we gaan I Love Su. En daar gaan we de laatste shot gaan we opnemen. En dat wordt echt super. Kom ik een shot die alleen wit mang daar hou je mond. We gaan filmen, een mooie film. Speciaal die Unu. Ja. Lucas-san, Laika-san, Shira-san. Dat neembaar. Dat was leuk, hè? Hij zei deel het, like het. Ja, de Nederlandse vertaling daarvan is dat alle Nederlandse vrienden gewoon even dit videootje liken, sharen en delen met de rest. Dank u! We zijn nu bij I Love Su en dan gaan we het laatste stukje gaan van de videoclip gaan we schieten. Speciale danseressen, helemaal leuk. Stap deze voet gaat op.
Ik weet niet met wie ze. Dus ik laat het bij ons staan. Hey, hey, it's a wrap, everybody. Yes, baby. De dames hebben hartstikke goed gedanst. Tal heeft tijding de make-up gedaan. Geholpen met creatieve inputs. De mama's en de papa's zijn ook mee. Vincent heeft heel leuk gefilmd. Vincent, onze verdwaalde Nederlander. Ik sta je ook niet, dus dat scheelt. Yeah. Doei Tal, tot vanavond. Later. Doei. Doeg. Later wel. Wow. Maar gisteren ben ik naar boven gelopen, heb ik al mijn kleren uitgetrokken, ben ik op bed gaan zitten en heb ik helemaal niks meer gedaan. We zouden uitgaan, ja, uiteindelijk ging het niet meer door en ik vond het ook helemaal niet zo erg, want ik had niet zo heel veel zin. Dus ja, dus dat. Ik wil je in ieder geval bedanken dat je hebt gekeken. En I'll see you later, alligator. Bye.